iedereen. Vandaag 3 september. De vakantie is jammer genoeg afgelopen. Eerste school- en werkdag en dat vinden wij bij 1 buitengewoon. En daarom willen wij deze dag sportief en energiek inzetten. Dus ik ga jullie een paar oefeningen tonen en dan nodig ik jullie uit om samen met mij mee te doen. Come on, hè. Jullie kunnen dat. Voilà, we gaan beginnen met de jumping jacks. Dat is een perfecte cardio-oefening. De hartslag gaat omhoog. We trainen onze conditie, dus het is eigenlijk een hele goede opwarmingsoefening. Ga met je voeten op heupbreedte staan. Spring met je voeten naar buiten, iets breder dan schouderbreedte. En beweeg tegelijkertijd je armen opzij en omhoog tot boven je hoofd. Spring zonder te pauzeren weer terug in je beginpositie en herhaal het. Voilà, en nu zijn we opgewarmd. Klaar voor de volgende oefening. Het is tijd om te planken nu, een gekende oefening. En die is natuurlijk goed voor de stabiliteit van de core. Steun met je voorarmen op de grond. De elleboog moet precies onder de schouder zitten. Houd je rug recht en je tenen op de vloer, zodat je in een rechte lijn komt te liggen. Houd deze positie zo'n 60 seconden vast. Voilà, blijven ademen, hè. Met de bicycle crunches train je eigenlijk het volledige lichaam, maar de focus ligt op de schuine buikspieren. Ga plat op de grond liggen en span je buikspieren aan. Til je hoofd op en raak met je vingers je oren aan. Til 1 voet van de grond en breng je knie richting je elleboog. Kom terug in startpositie en wissel van kant. Ja, we gaan de bovenbenen nu eens goed laten branden met de squat. Die kennen jullie natuurlijk allemaal. Ga met je voeten iets breder dan schouderbreedte uit elkaar staan. Zoek een rechtpunt voor je neus en hou je ogen tijdens de uitvoering daarop gericht. Buig je langzaam je heupen en knieën met je zitvlak naar achter, alsof je op een stoel gaat zitten, tot je dijen parallel zijn aan de grond. Op deze manier maken je boven- en onderbenen een hoek van 90 graden. Keer terug naar de beginpositie. Ja, de volgende oefening is een Pilates oefening en is heel goed voor de buikspieren. Ga plat op de grond liggen met je rug naar beneden en je armen naast je hoofd. Breng je armen omhoog tot ze een hoek van 90 graden vormen met je rug. Kom wervel per wervel recht met je bovenlichaam tot je een U-vorm maakt en keer met de omgekeerde beweging terug naar de beginpositie. Een hele simpele, maar toch wel een zware. We gaan vooral de focus leggen op de lage en de rechte buikspieren. Ga op je rug liggen met je benen recht en tegen elkaar. Plaats je armen gestrekt naast je. Duw je onderrug tegen de mat en plaats je handen eronder. Hef je benen langzaam van de grond tot ze loodrecht omhoog staan. Laat vervolgens je benen langzaam weer zakken tot ongeveer 5 centimeter boven de grond. Houd dit 1 tot 2 seconden vast. Herhaal deze beweging zo'n 30 seconden lang.
natuurlijk, hoe dieper je de benen laat zakken, hoe zwaarder de oefening. In de laatste oefeningen pakken we de armen aan en dan vooral de triceps. Dat vinden de meeste vrouwen wel interessant. Maar daar hebben we wel een stoel voor nodig. Ga op de rand van de stoel zitten met je voeten bij elkaar. Plaats je handen op de stoel aan beide kanten van je dijen en hou je voeten plat op de vloer. Buig je ellebogen 90 graden en laat je zakken in de richting van de vloer. Strek je armen en til je lichaam terug naar de startpositie. Voilà. Nu zijn jullie helemaal klaar om dag 1 goed te beginnen. Heel veel succes!